Karen en Ruud zijn nu al trots op hun nieuwe evenement. Dit mooie stukje Beuningen, dat nog volop een ontwikkeling is, dient zondag als decor voor hun gloednieuwe evenement. De route, de echte route is 5 kilometer. En degene die 10 kilometer lopen, die lopen hem dus 2 keer. Daarnaast hebben we een 500 meter uitgezet voor kleine kinderen tot 8 jaar. En een 1100 meter voor wat oudere kinderen tot 12 jaar. Ja, het leuke is dat je denkt dat het een vlakke route is. Maar wij hebben hier in Beuningen ook heuvels. En een van die heuvels is een onderdeel van het parcours. Dus je moet hier ook echt een klein stukje klimmen. Het is een zandwinningsgebied voor de gemeente Beuningen. En er zijn op dit moment heel veel vogels in het gebied aanwezig. Dus het is ook eigenlijk best wel een stukje natuurgebied waar je doorheen loopt. En dat maakt het ook leuk om te zien wat de ontwikkeling is van de Beuningse plas. Iedereen kan meedoen. En we hebben zelfs de vraag gekregen van 2 frame runners. Dat zijn mensen die dus een beperking hebben en met een frame fiets lopen. Zelfs die gaan deelnemen. Voor de mensen die meedoen is er natuurlijk nog een prijs. Een wedstrijd zonder prijzen, dat is geen wedstrijd. Nee, we vinden natuurlijk dat eigenlijk iedereen sowieso een prijs zou moeten verdienen. Dus daarom hebben we ook een echte medaille laten maken die gekoppeld is aan de Beuningse Plasloop 2023. Het doel van 200 deelnemers is ondertussen al behaald. Maar 300 zou nog mooier zijn. Dan zijn we echt trots, ja. Denk ik, op onszelf. Ja. Zijn we nu al een beetje, maar dan is het echt, dan hebben we wel iets neergezet.